Kanker is een van de meest slopende ziekten van onze tijd. Met een diepgaande impact op individuen, gezinnen en gemeenschappen. Op deze dag wordt wereldwijd bewustwording gecreëerd over kanker en solidariteit getoond met degenen die getroffen zijn door deze verwoestende ziekte. De dag tegen kanker dient als een herinnering aan het belang van vroege detectie, preventie en behandeling van kanker. Het is een gelegenheid om te reflecteren op de vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen kanker en om samen te komen in de strijd tegen deze ziekte. De dag is ook bedoeld om de mensheid eraan te herinneren dat we allemaal een rol kunnen spelen in de strijd tegen kanker, of het nu gaat om het delen van informatie over gezonde levensstijlkeuzes, vrijwilligerswerk in kankergerelateerde organisaties of doneren aan kankeronderzoek. Het is een dag van solidariteit en hoop, waarbij het streven is naar een wereld waarin kanker niet langer zo verwoestend is en waar genezing binnen handbereik ligt. De dag tegen kanker moedigt mensen aan om bewust te zijn van hun eigen gezondheid en om regelmatig medische controles en screenings te ondergaan. Vroege detectie van kanker kan het verschil maken in de uitkomst van de behandeling en kan levens redden. Het is ook een dag waarop veel organisaties fondsen werven voor kankeronderzoek, ondersteuning bieden aan patiënten en hun families en voorlichting geven over kankerpreventie.